Wat is de bedoeling van deze muurschildering? Waarom gebeurt dit? Wij proberen de oude muurreclames die zich nu nog in Kampen bevinden en met name in het centrum van onze binnenstad te restaureren. Om dat vergeten stukje reclamegeschiedenis te bewaren voor het nageslacht. Wat moet er gebeuren voordat u kunt beginnen met het schilderen? Ten eerste plaats bepalen waar de muurschildering heeft gezeten. Dat doen we door middel van oude foto's en gesprekken met mensen. Dus dat ze zeggen van daar en daar heb ik wat gezeten. Dan krabben we de muren schoon. Dus dat de oude de beelden tevoorschijn komen. Daaroverheen doen we een stuk plastic
teken hem over de muurschildering. Ik teken hem nog een keer van het plastic over op transparant papier. Dat is voor de schilder, dan kan hij hem doorslaan. En hem weer met de kleuren die we gevonden hebben invullen. En dan is hij er weer. Wat vindt u nou de mooiste van al die muurschilderingen? De mooiste is ongetwijfeld die u hier achter ons ziet. Spliksplinternieuw. En daarvoor, dus toen deze nog niet was, is de Botervatsteeg. Dat was een hele interessante. Omdat dat er een was waar drie schilderingen over elkaar heen waren geschilderd. Die hebben we uit elkaar gehaald en naast de oude neergezet, zodat je een beeld krijgt van hoe die in elkaar heeft gezeten. Zou hij naar ieder die hij ziet? Nee, de oude zwarven, die vergeten wij toch niet. Zo'n muurschildering kost ongeveer tussen de 1000 en 4000 gulden. En dat ligt aan de grootte. Dat ligt aan het lettertype en aan de afbeelding die erop staat. En soms moet je ook een hele stuklaag opnieuw aanbrengen. Dus je kunt wel begrijpen, nagelang de grootte en de reparatie die eraan moet gebeuren, ben je enkele duizenden gulden kwijt. Meneer Adema, hoeveel van deze muurschilderingen zijn er in Kampen? Op dit moment hebben wij zo'n 36 muurreclames geïnventariseerd. Tot hoe lang gaat dit door, meneer Oost? Als we alles wat nu geïnventariseerd is, dat moeten doen, dan zijn we tot 2003, 2005 zijn we toch al bezig. Hij staat daar heel alleen, zijn armen in de wind. Achter die molen kun je zwemmen en voel je je weer als een kind. Wanneer de wind gaat waait, zwaait hij naar ieder die hij ziet. Nee, de oude zwarven, die vergeten wij.